Ik zit met mijn hoofd tussen mijn knieën. Plots haait iemand over mijn boom. Ik kijk op. Hoe zegt hij? Ik dacht dat je een hond was. Het is niet erg, zeg ik. Het is wel erg, zegt hij. Mijn hond is net gestorven. Ik wil zeggen, dus u dacht dat ik een dode hond was. Maar ik grom alleen maar wat. Iemand gooit 20 cent in mijn schoot. Ik kijk zo kreupel mogelijk. Het volgende korte gedichtje ga ik eens, misschien eens proberen in het Hollands voor te lezen. Ik heb geen idee in welk dialect, maar dat kan u zelf kiezen. wat u hoort. Oké, daar gaan we. Twee vrouwen liepen in een straat. Ze vonden elkaars schoenen lelijk. Dat is het enige wat ooit tussen hen is gebeurd. Ze kruisten elkaar, keken naar elkaars schoenen, vonden die lelijk. Zo, en het kleine gedichtje dat daar nu op volgt, het is heel kort, probeert het ganse leven samen te vatten. De titel is dan ook niet voor niets Het Leven. Net op het moment dat de vlieg in zijn pootjes wrijft, heeft hij er eindelijk zin in, wordt hij doodgemept. En het laatste gedicht alweer is een gedicht dat gaat over groot denken en klein handelen. En op die manier gaat het ook over voornemens die we niet kunnen waarmaken. Misschien wel mooi, ook in deze tijd van het jaar. De titel van het gedicht is Of Allee Ja. Ja! En dan zullen we kussen. Dan zullen we elkaar diep en innig kussen. En je zal de kleren van mijn lijf scheuren, mij optillen en ronddraaien, hoog in de lucht. Als waren wij een windmolen en de stroom die wij zullen opwekken, daar drijf je een hele stad mee aan. Of allee ja, we kunnen elkaar ook gewoon rustig kussen. Op een bankje in het park. En er zullen een paar eendjes zijn en we geven hen brood. Ja, brood aan de eendjes en ook aan de armen. Elke avond scharrelen wij de restjes bijeen van het avondeten. En weet je wat? We maken gewoon nog een extra lasagne met heel veel laagjes. Ja, laagjes. En we wikkelen alles in huishoudfolie. Ja, want tegen dan hebben we een huishouden dat warm en vochtig blijft. En we brengen het naar de armen. En we zullen er niets voor vragen of, allee ja, misschien gewoon een euro. Want wat is tenslotte nog een eurotje de dag van vandaag? Zeker als we die winst goed besteden. Bijvoorbeeld door die te investeren in boeken voor de kansarme kinderen. Ja, we zouden zelfs een bibliotheekje kunnen oprichten. Ja, een bibliotheekje met heel veel interessante boeken. Ja, boeken, heel veel boeken. Ook vol te boeken met plaatjes van plekken waar we dan ooit eens op vakantie kunnen gaan. Bijvoorbeeld naar Petra, het prachtige Petra, waar we dan van op een kameel bij zonsopgang kunnen schommelen naar de uit de rotsen geholde stad. Ja, en als ik misselijk ben en begin te schuimbekken, dan zal je zeggen, het is niet erg, mijn liefste, jouw schuimbekken. Ik neem het erbij en je zal een toespeling maken op mijn bekkenbodem dat het daar ook eens mag gaan broebelen. En het is een flauwe mop, maar het is nog vroeg en niemand hoort ons. Of allee ja, alleen die kameel en het hete zwijgende zand. En de blik op die eeuwenoude stad zal ons week te moede maken. En we zullen ons voornemen om samen ooit een stad, ja, laten we samen iets zachts gaan hollen uit iets hards. En tot dan kunnen we gewoon een appartementje huren. Met een terras. Ja, een groot terras. En daar kunnen we dan al onze vrienden op uitnodigen en barbecuen in de zomer. En in de winter, ja, een winterbarbecue. En als we niet veel vrienden hebben, dan nemen we toch gewoon een klein terras. Dus noods gewoon eentje voor twee stoeltjes. Of allee, ja, als we heel krap zitten bij Kas, dan nemen we toch gewoon een klein balkonnetje voor onze vuilniszakken. Dat kan ook.
En dan gaan we gewoon naar een parkje met publieke barbecues. En als alle roosters volzet zijn, dan gaan we gewoon op een bankje zitten met zijn tweetjes. En als er geen eendjes zijn, dan maken we het oude brood met ons speeksel weer zacht. En jij zal zeggen, mijn schuimbekkend kameeltje. En uit het brood hollen we de maquette van een eeuwenoude stad. Ik wil eigenlijk dat veel meer mensen klappen. Dankjewel, Moot. Dankjewel.